De Raad van Vakcentrales in Suriname, RAVACSUR, heeft vandaag bij president Desiree Bouters erop aangedrongen om belastingverlichtende maatregelen door te voeren. De president heeft de vakcentrales CLO, C47, Moederbond, PWO, COL, OSAF en VAL ontvangen op zijn kabinet. Ondanks diverse loonsverhogingen hebben werkers weinig vooruitgang gezien in hun nettoloon. Dit zou het gevolg zijn van de belastingschijven en de tarieven die worden gehanteerd. Volgens Armand Sunder, voorzitter van PWO, heeft de president toegezegd dat belastingverlichting voor loontrekkers nog in deze regeerperiode zal worden gerealiseerd. Het is inderdaad zo dat wij, de vakcentrales georganiseerd in RAVACSUR, een bespreking hebben gehad met de president. En in die bespreking hadden wij, althans voor die bespreking, hadden we wat voorstellen gedaan, schriftelijk. En we hebben ze toegelicht. En inderdaad is het zo dus dat de president heeft gesteld dat donderdag aanstaande al wij met één of meerdere van zijn adviseurs om tafel moeten gaan zitten om het voorstel uit te werken, omdat hij in hoofdlijnen akkoord gaat met het voorstel. En het voorstel moet koopkrachtversterking leveren voor de Wrokkomangs in Suriname. Omdat dat een groot vraagstuk is geweest. We hebben een periode gekend van werkende armen. Dus de mensen werken, maar ze kunnen niet rondkomen. Dat enerzijds. Verder hebben we gemerkt dus dat mensen in de middenklasse op een bepaald moment ook niet rondkwamen. Vanwege het feit dus dat zij vonden dat zij te veel loonbelasting moesten afdragen aan de staat. In het voorstel van RAVACSUR zal de belastingvrije grens naar 2500 SRD worden opgetrokken. Dit zal volgens Sunder een significante verbetering brengen op het loon van de loontrekkers. Het voorstel van RAVACSUR ziet er zo uit. In de eerste plaats is de belastingvrije grens gesteld op 2500 SRD. En dat betekent dus dat de mensen die minder dan 2500 SRD verdienen, geen loonbelasting gaan betalen. Dat in de eerste plaats. En dat is een hele grote groep. In de tweede plaats is dit voorstel dus ook gericht op de mensen die in de middenklasse behoren. Mensen die tussen, laten we zeggen, 4.000 tot 8.000, 9.000 SRD verdienen. En de berekeningen die we hebben gemaakt is dat mensen die bijvoorbeeld rond de 7.000 verdienen ongeveer 1.200 tot 1.300 SRD minder loonbelasting gaan betalen. Dus een slok op een borrel.